Hey mensen, top dat jullie bekijken en welkom bij deze nieuwe excursievlog. Jazeker, we zijn onderweg naar Tiel, want Heijmans die is daar bezig met het een en ander en wij gaan even een dagje meekijken. We zijn er denk ik. Goedemorgen. Hey, hoi. Joost. Ivo. Kijk, welke zo. Mooie witte Tiel. Ja, zo, dit is jullie hoofdkwartier. Ja, dit is het hoofdkwartier. Van deze operatie dan? Nee, ja de hele boel dat nu pas in de binnenstad. Maar ik ga met een loder werken, met een kraan. Loder, hier staat hier, kraan en een vrachtwagen, knijperwagen staat er. In de binnenstad. Laten we eens lekker een bak koffie beneden pakken, of niet? Nou, lekker. Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Dat zijn allemaal elektrische machines ook, hè? Klopt. Ja, inderdaad. Een deel van de machines waar we mee werken zijn inderdaad in silo's. Dan gaan we daar eens eventjes buiten kijken. Ja, ja, ik moet zeggen, wij ervaren wel moeilijkheden met zulke meer en elektrische apparaat, maar bij jullie gaat het wel een stuk beter dan. Uitdagingen, vooral met deze kou natuurlijk, je vindt capaciteit. En daar moet je rekening mee houden gedurende de werkzaamheden. Zo. En daar leren we met z'n allen iedere dag van, want het is voor iedereen nieuw ook voor ons. Ja, want die, die loader, of shovel, ja. die is dus elektrisch. Ja, die is volledig elektrisch, inderdaad. Ja. Dat is echt dezelfde die wij hadden met een dieselmotor erin toen. Het is gewoon eigenlijk voorheen een dieselmachine, motor eruit, elektromotor, accupack erin. En natuurlijk nog 100.000 andere kleine aanpassingen, maar daarna is het rijden. Nou joh, en hoe lang kan je daarmee werken dan? Ja goed, in theorie zou je er een dag mee kunnen werken. Daar zijn we met elkaar aan het leren. En nou goed, daar zitten nog wel wat uitdagingen in te behalen. Ja, maar het maakt ook wel uit wat voor werk moet je doen. Ja, nee, uiteraard. Dag, als je wel pelletje aan het plaatsen bent of je bent zand op een depootje, dat lukt wel. Maar echt kubus verzetten, dan gaat het wel hard. Dat geloof ik, ja. Ja. Hey, ik ben benieuwd, laten we even een bakje koffie doen. Goed, gaan we daar zo. Top. Goedemorgen. Ja, we zijn even aan het kijken wat eigenlijk het project is natuurlijk. Hè. Kijk, daar hangen de kaarten. We kregen net een beetje uitleg. Dus de binnenstad van Tiel. Ja, klopt inderdaad. Nou, de depot waar we nu hier met z'n allen aan de koffie zitten, dat is hier net buiten het centrumgebied. In het centrum hebben we gewoon geen ruimte om onze materialen op te slaan die we nodig hebben om het project te realiseren. Nou goed, we zijn hier voor de gemeente Tiel in mei begonnen met de realisatie van dit project. En loop 2025 willen we daarmee gereed zijn. Nou goed, alle straten die je hier ingekleurd ziet, dat zijn de straten die we aan gaan pakken. Wat gaan we daar doen? Sowieso de bestaande bestrating eruit halen en opnieuw herstraten. Grotendeels in de oude situatie, maar we gaan wel vergroenen. Dus er gaan parkeervakken weg, komt groen voor in de plaats. En op een groot deel van dit oppervlak onder die bestrating, daar gaan we de riolen vervangen. Voor grote delen ook het hoofdriool, dus de betonnen of PVC hoofdleidingen. En op andere plekken alleen maar de huisaansluitingen, dus de aansluiting van de woning op het hoofdriool. Nou, daar hebben we riooltekeningen voor die daar liggen. Daar kunnen we zien wat we eruit moeten halen en wat we aan moeten gaan brengen. Van dichtbij kijken. Ja. Daarom kunnen we in de legenda zien welke type bestratingsmaterialen we toepassen en wat voor soort opsluitingen. En globaal op deze tekening op wat voor hoogtes we alles aan moeten gaan leggen. Oh, dan kun je inderdaad in die kleur zien. Kun je gewoon zien welke kleurtjes staan voor wat. Kolkjes zijn hierop aangegeven. De drempels, als je deze in PDF inzoomt op tekening, zie je hier ook echt de drempelplateautjes zitten. De materialisatie, fietsenrekken waar die moeten komen, ondergrondse containers waar die zitten en moeten blijven. En de putten van de riolen. En deze lijnen, die blauwe lijnen hier bijvoorbeeld, dat zijn goten die we in de wegen gaan maken voor de afwatering. Dit zijn echt allemaal pleinen, allemaal grote oppervlaktes. Dat is een volledige renovatie. Ja, dit is gewoon alles eruit en alles opnieuw aanbrengen. Grotendeels met oude, vrijkomende materialen. In het kader van ook een stukje duurzaamheid, naast het emissieloze materiaal wat we hier inzetten, hebben we ook een ambitie om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Ja, dat is wel interessant, want in de binnenstad zit je heel vaak met die milieuzones en zo. Ja. Dus daarom dan nou die elektrische machines, dat is echt een ding nu wel. Klopt, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus dat is ook op dit project is dat echt iets wat we hier... waar we dankbaar gebruik van kunnen maken. Zo, ja. Ja, eigenlijk breken we het straatwerk op, dan halen we het oude riool eruit, brengen we een nieuw riool aan en dan leggen we het straatwerk weer terug. Ja. Goed, en hier zie je ook weer op de legenda welke kleurtjes wat voor buisjes zijn.
En hierop zie je ook de NAP-hoogtes, de hoogtes waarop we de riolen aan moeten leggen. Doe je, want je gaat eerst het riool, de bestaande riool opruimen. Ja. Maar ja, het is niet dat die mensen dan allemaal een briefje krijgen van nee. Bij de komende week de wc niet doorvoeren. Nee, daar maken we geen vrienden mee. Zo gaan we ook niet te werk. We werken in werkvakken van circa maximaal 80 lengtemeters. Mm-hmm. Dus we breken 80 lengtemeters rijbaan eruit, bestrating. En vervolgens gaan we eigenlijk tijdens het verwijderen van het riool leggen we ook alweer een nieuwe buis terug. Ja. Dus we breken op vanaf een bepaalde put naar een bepaalde put. We breken een buis eruit met de kraan. En als je voldoende lengte hebt om een nieuwe buis opnieuw te leggen, dan leg je daar weer een nieuwe, sluit je daar die woning meteen weer op aan en is het grootste leed al geleden. Ja. Zo is er minimale hinder in ieder geval voor het gebruik van het toilet en dergelijke. Natuurlijk de bestrating, dat duurt iets langer, want dat is gewoon veel meer werk. Maar dan heb je alleen maar een uitdaging om bereikbaarheid te garanderen. Nou, als mensen in een binnenstad te voet bij de woning kunnen komen, dan is het voor een korte tijd is dat gewoon goed te doen. Ja, dan kun je auto een blok verderop. Ja, die moet dan een paar honderd meter verderop in de straat of in een parkeergarage staan waar parkeervergunningen voor verleend worden. Zo. Dit zo'n ontwerp maken we samen met de opdrachtgever, gemeente Tiel en Heijmans zelf. Met onze ontwerpers maken we een ontwerp wat werkbaar is en wat past binnen budget. Nou ja, goed. En uiteindelijk komt er een prijs aan te hangen en gaan we de uitdaging met elkaar aan en starten we het project. Ja, inderdaad. Ja. Ja, een uitdaging kun je er wel noemen. Om er zo eens, kijk, als je met niemand rekening hoeft te houden, was het makkelijk. Breek je alles eruit, dan leg je alles aan. Maar op tekening lijkt het ook heel erg makkelijk, totdat je ook met omgeving te maken hebt. En dan zijn we met een team van 20 mensen, zijn we hier eigenlijk wel vrijwel dagelijks bezig. Zo. Nou, ik leg hier alweer een nieuwe buis en ik sluit de woning daarop aan. Nou, dat is het grootste steentje van het werk, om het zo maar even te noemen. Nou ja, en hier zit je op. De jongens zijn nu hier aan het riolen. Zitten we hier op. 450, 473. Dat gaat echt met millimeters per meter dat er afstand in zit. Oh, dus dat valt eigenlijk wel dus mee. Dus betekent ook dat we heel secuur moeten werken. Ja, zo. Ja, want leg jij per ongeluk de buizen. Een centimeter hoger, dan werkt het niet zo best, nee. Er ligt een mooi netje overheen, maar bij vroeger gebeurde dat niet. Nee. Bij hoogdruk. Gaan vooraf opzoeken waar we risico's zien. Kijk, met kabels die bijvoorbeeld parallel liggen aan ons riool, ja, dan zijn de raakvlakken natuurlijk wat minder groot. Als dat je kabels of leiding hebt die haaks over je riool gaan, want die kom je niet tegen. Ja, het horizontale vlak kan je een beetje opschuiven, maar als ze elkaar moeten kruisen, En dan is het zo, de meeste kabels en leidingen die liggen zeg maar, tussen de vanaf maaiveld, dus vanaf straatwerkhoogte gezien, liggen ze tussen 60 centimeter en een meter 10 voor de waterleiding ongeveer. In dat gebied kom je zeker weten kabels tegen. Met het hoofdriool leggen, dat ligt vaak op bijvoorbeeld 2 meter diepte. Dus dan ga je eigenlijk vrijwel zeker onder de meeste kabels door. We gaan eraan beginnen. Hey. Nou horen we er helemaal bij. Even onze helmen pakken nog, hè. Zo, Hier rijden we nu echt op de buitenrand van het centrum. Al die straten waar we nu overheen rijden, die moeten we allemaal nog aanpakken. Dus daar gaat er nog allemaal uit. Het straatje hier links ook. Ja. Daar staat de elektrische bus. En hier zijn we bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van het nieuwe riool. Controleer uw rijrichting. Wat moet hier gebeuren? Hier liggen de nieuwe rioolbuizen liggen hier al klaar. PVC-buizen. Afgeleverd op het centrale depot van de Jacob Kremerstraat. En inmiddels dus met deze vrachtwagen hier naartoe gereden. Omdat we hier gewoon geen ruimte hebben om die volle vracht die geleverd wordt door een leverancier neer te leggen. Daar hebben we geen ruimte voor, daar hebben we alleen maar last van. Dus vandaar met zeg maar, de boodschappenauto brengen wij het in kleine hoeveelheden naar het project. En voeren we bijvoorbeeld de stenen af naar dat depot. En als we die weer nodig hebben, worden ze weer aangevoerd. Want er is hier eigenlijk nergens ruimte om die spullen op voorraad te hebben. Dus natuurlijk wel het goedkoopst om gewoon alles op je bouwplaats te houden. Dat gaat gewoon niet. Ja, maar op het depot moet je ook wel een goed rekening houden met materiaal. Want daar is ook die ruimte niet onbeperkt. Ja, nee, precies, daarom. En het is best een groot depot waar we net waren. Maar het ligt ook heel snel vol. Ja. En echt buiten de stad. Echt buiten de stad. Daar hebben we nog een depot. En daar slaan we zand en grond en dergelijke op. Echte bulkmaterialen. Dat is een groot onverdacht terrein waar we rijplaten hebben liggen. Daar slaan we echt de grond op die hier uit deze sleuf komt. En die wordt vanaf daar weer afgevoerd. Ja. Daar hebben we hier in de binnenstad ook gewoon geen ruimte voor. Nee, duidelijk.
in december afgeleverd. Dus nog zo goed als nieuw. Prachtige machine. En nou goed, daar zijn we nu ervaring mee op en nu. Zo, ja, die heeft ook zo'n kant te pakken. Klopt. Ik weet nou niet of die machine nou aan het werken is of niet eigenlijk. Nee, kijk, ja, we hoort hem natuurlijk allemaal niet. Gewend dat hij geluid maakt. Ja. Nou ben je echt zo van, nou, je gaat er gewoon bij staan en zo, want ja, hij gaat niet bewegen. Zodra hij gaat rijden, dan komt er wel het signaal, zoals met een vrachtauto die achteruit rijdt, dan hoor je het wel. Als hij echt aan het draaien is, hoor je wel, zullen we daar ook wel eventjes kijken met de machinist erbij, hoor je wel een, noem het een zoomtoon. Ja, je hoort wel iets. Je hoort wel dat hij aanstaat. Ja, dat hoor je dan wel. Maar het is wel een heel andere manier van werken. Het is natuurlijk veel stiller, veel rustiger, minder hinder voor de omgeving. En we hoeven zelf wel minder te schreeuwen. Want je verstaat elkaar beter. Ja, dat is fijn. Dat hebben wij ook wel gemerkt met onze heftruck inderdaad. Ja, precies, inderdaad. Voor de werk in die binnenstad, dan kun je overal onder de machine heen kijken. 360 graden kan de machinist, die kan alles eigenlijk vanuit de cabine zien. Ja, dat is mooi hè, maar daar gaan we dadelijk nog even naar kijken. We gaan nou kijken, hier zo, kijk eens. Kijken. Dat was veel kijken in één zin, hè? Mooi. Hé, hey, maar elektrische vrachtwagen, daar ben ik ook wel benieuwd naar, ja. Jij bent chauffeur, denk ik? Ja, chauffeur. Hé, Emiel, goedendag. Elektrische vrachtwagen, joh. Ja. Dat is ook wennen, denk ik, in het begin. Dat valt mee. Ja, je moet alleen vreemd houden met afstand en zo. En als je niet te veel gek rondrijdt, maar voor de rest is op zich wel... Hoeveel kilometer kan je mee rijden, nou? Deze... Nou, hij heeft een groter accupakket dan de vorige, maar ik denk dat de 250 ongeveer al rit. Ja. 5 kilometer. Maar het zijn natuurlijk ook geen afstanden die je hier rijdt. Nee, hier is heel niet. Nee, hier ben ik gewoon in de binnenstad eigenlijk. Dus hier red ik een dag makkelijk. Maar ik heb ook wel dagen gehad als je dan veel heen en weer moet rijden. Want normaal rijd ik dan naar Amsterdam en dan rijd ik wel wat verder weg ook overal. Dan moet je af en toe wel even stekken inderdaad. Oh, maar dat kan wel. Je kunt er wel even bij laden. Ja, je hebt wel bepaalde snelladers gewoon rondom snelwegen, et cetera, waar ik gewoon even kan hangen. Nou, als je met een half uurtje 30% erbij dan. Precies. Oh, dit is echt wel snel trouwens. Ja, op zich. Interessant. Ja, nou. Mooi. Ja, ik word echt niet. Heel dat is ook wel. Het is wel high-tech allemaal, hè? Zo. Ja. Lightsaber erbij. Hoppa. Ja, hier, dit kwam er net ook nog mee uitgevallen. Ja, soms vind je hier wel eens iets. Nou, er is hier ook een verhoogd risico op grote delen van het centrum op de vondst van ongesprongen explosieven. Binnen Heijmans hebben we daar ook een afdeling voor die daar de kennis en kunde heeft om dat gedurende de werkzaamheden te monitoren. Tijdens de aanleg van de rioolwerkzaamheden, als we daar volgende week na de vorst en de sneeuw weer mee kunnen beginnen, dan staat hier ook begeleiding bij. Mensen die voor onze veiligheid, maar ook zeker voor de veiligheid van hier de aanwonenden, tijdens het graven van de sleuf, iedere keer laagsgewijs een stukje grond vrijgeeft. Zodat wij veilig riool aan kunnen leggen. Tot op heden hebben we nog niks gevonden. Nou ja, goed, daar zijn we natuurlijk blij mee. Dat betekent dat we gewoon veilig door kunnen werken. Tevens hebben we ook nog archeologie op diverse plaatsen. Hier hebben we in het verleden ook allerlei nederzettingen en dergelijke gestaan. Ja, ja, ja. Dus vanuit de gemeente is er ook regelmatig een archeoloog aanwezig. Die grondmonsters neemt en bekijkt of dat er interessante dingen te vinden zijn. En deze? Is deze een interessante? Nee, dit is een gevalletje, een stuk oud ijzer dat in de bodem zit. Ja, wat zou het zijn? Ja, inderdaad. Zeg het maar. Misschien een oud stuk van een gietijzeren waterleiding of iets dergelijks. Geen explosief. Nou, nee, dat niet. Hij is in ieder geval leeg. Hij is in ieder geval leeg, inderdaad. Klopt. Hij komt er nog wel een keer. Zoveel ogen heb je nodig, hè? Ja. Oh. Oog op je werk, oog op de monitor van de camera's, maar ook op alles wat in de lucht hangt. Dit is nog de oude kerstverlichting die volgende week wordt verwijderd. Ik zat natuurlijk echt goed bij. Ja. Dus je moet goed opletten, ja. Ja, inderdaad. Ja, dat is echt de olifant in de porseleinwinkel, hoor. Dit wel, ja. Om emissieloos te moeten werken is het ook prettig als je emissieloos naar de bouwplaats kunt en ook weer naar huis. Dus vandaar dat we steeds meer emissieloze auto's inzetten. Zowel de werkbussen als de personenauto's zijn nu echt in
in die fase dat het de overhand krijgt. Maar wel trek eigenlijk trouwens, ja, hè? Want ja. Wat ik altijd hoor is dat die elektrische auto's eigenlijk niet echt goed zijn om elkaar te trekken. Maar... Nee, ik weet niet precies wat hij mag trekken. Het is 1000 of 1500 kilo, dus je kunt er toch iets mee. Oh, kijk, we gaan er geen stenen mee vervoeren, want daar hebben we een vrachtauto voor. Maar voor een busje met wat verkeersmaatregelen, wat hekken en wat borden bijvoorbeeld, is het uitstekend geschikt. We hadden het er net over, hè? Ja, over de klep. Dus ja, ter voorkoming van het afvallen of afwaaien van bijvoorbeeld zand als je dat vervoerd hebt. Je hebt dan daar de doorhoekcamera. En dan heb je daar dus het zijwaartse cameraatje. En als ik naar mijn achteruit ga, dan springt die eens achteruit bij de camera. Ja, joh. Ja, je ziet in principe alles. Als je je best doet. Ja. Mooi systeem. Ja. Nou, oh, hier is het wel warmer. Buitenverrekkerskouders. Ja, toch. 98 uur, ik heb er ongeveer 90 uur mee gedraaid, dus voor mij is ook alles nog nieuw. De machine ken ik wel, maar alleen het elektrische gebeuren. Ja, precies. Ha, dit is sowieso wel eigenaardig. Ik zou zeggen, ik ga het stuur even overgeven aan de vakman. Want ik moet zeggen, dat rijden is weer na. Hij is heel, heel zenuwachtig op de gas. Met en dan begin je meteen te schudden. En dan, dat is wel, het werkt wel. Het werkt al mooi ook met het... Je hebt gelijk vermogen. Dat is een voordeel, absoluut. Inderdaad, ja. Joh. Ja. Eigenaardig zeg. Joh. Hij staat nog steeds aan, maar je hoort helemaal niks. Het is allemaal elektrisch. Rij je een stuk van de vrachtwagen af en zo. En de stenen zitten in de bak, dat wel, maar... Ja, je mist er wel een paar. Ja, dat ging iets minder vakkundig als... Kijk.
volgens mij precies dezelfde loader als die wij hadden toen met het dak, hè? Dat is van de Alman gebracht, alleen we hadden wel een diesel variant dan. Hey Tom, dankjewel, werkt je, hè? Bedankt. Doei. Hey, we hadden net al staan kijken bij je bus. Maar er zit nog meer. Het is niet alleen een elektrische bus, maar je gebruikt hem als oplaadstation. Ja, zeker. We hebben allemaal accugereedschap en dat moet toch tussendoor opgeladen worden. En dan hebben we daar de omvormer met een eigen accu. En dan kan ik hier de accu's in de acculader opladen. Dus dan staan we niet voor verrassingen. Nee, precies. Maar het is niet zo dat als je de hele dag gereedschappen hebt opgeladen, dat je naderhand niet meer naar huis kan. Nee. Dat is een aparte accu voor de omvormer. Hij wordt wel opgeladen tijdens het rijden en tijdens het opladen. Maar hij vraagt geen stroom van de accu van de auto niet. Oké. Oh, dus je kunt gewoon... Ja, je hebt nooit risico dat je dus... Nee. Oh, okay. Oh ja, dat is wel handig inderdaad. En met de acculader hebben we ook een app erbij. Daar kunnen we zien hoe ver de accu vol of leeg is. Dus dan weten we dat we een stukje moeten gaan rijden om weer vol te maken. Oh ja, precies. Ja. Oh, maar dat is wel inderdaad een voordeel ook zo van een elektrische wagen. Ja. Ja. En 's morgens is het een voordeel, hè. Je kunt een mooi kwartiertje van tevoren kun je de kachel aanzetten. Nou, dan is je al ontdooid. Dan hoef je niet meer te krabben. Nou, dat is vast, dat is ook niet te demonteren, zeg maar. Handig. Ja. Er zit wel nog een boxje, hier, laat die even weg halen. Oh ja. Ja, ik mag meerijden. Oké, we gaan de stenen wegbrengen en dan gaan we dadelijk wat buizen laden volgens mij, hè? PVC-buisjes, ja. Oké, nou laten we gaan. Ik zou zeggen, start hem maar. Start hem maar, nou, je hoort net als hij start, maar. Nee, inderdaad. Dat is wel een nadeel soms hoor. Vooral als je op drukke gebieden komt in de binnenstad of zo. Hier valt het op zich nog wel mee. Maar... Ja, je moet goed opletten natuurlijk dat mensen in de gaten hebben dat. Ja, precies. Zo, hey, we zijn er. Ja. Dat is ook een voordeel. Als je iets raakt, hoor je het ook wel meteen. Nou, dat hoor je gelijk. Hè. Dat hoor ik liever niet, maar... Nee. Inderdaad, een boel zicht hier. Kijk, nog een camera. Nog eentje. Drie spiegels. Nog een spiegel. Ja, je wilde hem even starten, hè? Ja, de PTO die schoot er niet in, dus dan kan ik hem ook niet keepen. Oh joh, ja. Daar is hij. Zo, nou, we hebben wat stenen gelost. Nou moeten we een paar buizen gaan afleveren. Nou, die liggen daar volgens mij. Hey, dit een hele bak vol met van die buis. Dat kwam net uit die wagen gevallen, zo'n stuk. Maar het is oude gasleiding, hoor ik net. Het is gietijzer. Plop. Zo. Yes. Zo. Dan gaan we nu even de druk eraf op die slangen.
wordt toch een beetje een motortje lijkt het wel, hè? Maar dat is gewoon de pomp. Zo, boterhammetijd nu. Ja, inderdaad. Blijft eigenaardig, joh. Dat ding gewoon wegrijdt zonder dat je iets hoort. Het trekt ook echt hard op, trouwens. Hij gaf net gas. Het is niet deze vrachtwagen die je hoort. Die. Gedaan. Mooi. Hey, ja, hartstikke mooi. Dan gaan we dadelijk bij de kraan kijken, denk ik. Zo, dat is mooi, ja. Ja, daar zie ik wel eens van die video's van, dat ze met zo'n knijper en zo'n bak, dat ze er alles mee kunnen inderdaad. Een bezem pakken met een knijper en even nog vegen. Ja. Oh. Oh, dus ik kan dat ook gewoon heel makkelijk in de sneeuw pakken dan. Jij moet het zo doen, toch? Oh, ik moet het doen. Ja, maar ook jij toch? Ik wil het wel proberen en dan mag jij dadelijk laten zien hoe het moet. Ja, hij wel. Hij wil er niet bij zijn als ik dadelijk hier de kerstverlichting eraf stoot. Ja, dan moet hier een gaatje graven. En het vertrouwen is aan mij toe. Ik vind het zelf een beetje spannend. Kijk daar boven, joh. Ja, ik heb bij ons thuis ook al wel eens een keer ergens een boomtak van een boom afgeduwd. Maar dit is toch de trap allemaal. Maar laten we gewoon proberen, gaan we kijken. Ja, nou moet ik ook mijn laars netjes uit doen hier natuurlijk, hè. Hoppatee. Even kijken, deze kan naar beneden, volgens mij. Ja. Ah, yes.
schuifbladje. Hoe zet je die naar beneden? De onderkant van het schuifje. Ah, ja, top. Met die knipper, die steenknop pakken. Die knipper? Die knipper die zie ik zelf niet eens, joh. Of kan ik die hier zien? Kan hem wel voor je afhalen. Ja, wacht, maar ik kan hem. Kan ik hem zo niet zien eigenlijk? Kan de bakker gewoon afhalen, dat kan. Oh ja, wacht, maar nou zie ik hem wel. Hoe gaat die knipper open? Aan die kant, de onderkant van de scroller. Er zitten twee scrollertjes aan de onderkant. Hier zo? Ja, verder mee, vingers. Er zitten twee schuifjes. Ja. In een van de twee schuifjes kan je de grippertje mee openen. Oh ja, wacht. Hier heb ik de onderste is het? Of? Oh ja. Als ik op vakantie ga, dan kom je terug, toch? Ja hoor, ik denk dat dit kan hier wel aan wennen, hoor. Zo. Het is wel nauwkeuriger dan de machine die wij hebben, nou zeg. Hij blijft, ik hoor nog wel steeds iets draaien nou, wat loopt er nou nog? Nu is hij in principe elektrisch, zo staat hij aan. Oké, maar dat draait ook constant een pompje eigenlijk niet. Ja. Als jij hem gaat bewegen, dan gaat die pomp nog sneller draaien. Ja, ja, dat doet jij kom, dus ik nou voorzichtig... Oh ja, inderdaad. Mooi hoor. Het is met dat grijpertje en zo, dat is wel geweldig zeg. Daar kan je wel echt veel mee natuurlijk. Hey, even om de machine heen kijken. Misschien, hoe zet ik hem uit? Knopje. Start, stop. Oh, hier. Start, ja. Stop. Even indrukken. Ja. Kijk. Hier een knopje. Ja, ik houd hier naar boven. Zo. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het vertrouwen. Graag gedaan. Ik zat aardig veilig, want ik zit natuurlijk in de cabine. Dus dat is de beste plek om te zitten, denk ik dan. Maar... Peter heeft wel ergere machinisten. De versiering hangt er nog, dus dat is gelukt. Ja, dat is zeker. Maar er zit nogal wat functionaliteit in hier zo, hè. Hier zit de knijper. Maar ook dit, deze kan nog draaien. En je kan hem ook nog kantelen zo. Je kan het kiepen, wacht, 45 graden aan de tweede kant en dan kan je ook 360 graden rond. Zo. Hey, ik zou zeggen, geef eens even een showtje. Kun jij maar ravage een beetje weer opruimen? Ik kan het wel opruimen, maar... Zo wel een partij techniek hier op één kluitje. Hè? En zoals met dit systeem, dan kan je hem ook nog eraf zetten. En dan kan je hydraulisch tussen stenenklemmen aan koppelen. Een rolbezem, een bomenknijper en ook een bomenknijper met een zaag erin. Hey, dus dan hoeft je hoeft de cabine niet meer uit. Ja, dit is veel een efficiënte machine geworden eigenlijk.
Ja, maar dit ook, joh. Maar ook zo, ja, als je kijkt hoe jij daar soepel mee kan werken, joh, jongen. Veeg gewoon alles bij elkaar zo. Ja, ja. Dat is mooi, hoor. Zoveel mogelijk handelingen met hydrauliek, dus zo minder mogelijk met bloeddruk. Precies. Ja, weinig met de rug. Zo, en ben ik aangenomen als kraanmachinist? Ja, maar we beginnen. Nou, mooi. Half 7 is de koffie klaar. Lekker dan. En, ja, dat is wel leuk. Slag. Hopelijk is de sneeuw weg. Hé, hey, maar dan moeten we wel zorgen dat de accu's vol zijn natuurlijk, hè? We gaan ons best doen. Dat gaan we dadelijk eens doen. Accu's zijn nu ook aan een oplaadsessie toe. Dus laten we eens op depot gaan kijken hoe de zaak daar weer gaan vullen. Oké, okay, super. Laten we die kant op gaan. Zouden we dat doen. Dus je hoort wel iets. Ja. Ja, we hadden het er net over. Kijk, hè, staat die kraan eens daar aan het werken. En ja, je hoort alleen maar die pomp nou draaien. Het is echt het is heel stil. Hier. Bijzonder. Hey, we gaan even kijken bij het oplaadstation. Kijk hier de stroom van onze buren. Hier een groot bedrijf die zware stroomaansluitingen heeft en gelukkig wat capaciteit over had waar wij gebruik van mogen maken. Want ja goed, zulke machines, daar komt toch wel veel bij kijken qua amperes. De laadmogelijkheid bevindt zich in deze container. Hier komt de dikke kabel binnen. En kijk of deze is. Hier staat de acculader, waarin twee kabels naar buiten lopen om twee machines tegelijkertijd van stroom te kunnen voorzien. En de ervaring leert nu dat we beide machines, zowel de vrachtauto als de mobiele graafmachine, hier in een nacht zo goed als vol kunnen krijgen. Oh, die kun je gewoon tegelijk opladen? Ja, tegelijk opladen. Ja. Zijn die stekkers altijd hetzelfde? Is het hetzelfde als van een auto? Want ik heb er helemaal geen verstand van, moet ik zeggen. Inderdaad. Dit zijn dezelfde stekkers als je eigenlijk bij bijvoorbeeld snelladers langs de snelweg voor auto's gebruikt. En universeel. Zo'n auto kun je hier dus ook gewoon opladen. Ja, dat is universeel inderdaad. Klopt. Okay, joh. Ja, dus nou ja, goed, zo dadelijk komen de machines aan en dan gaan we ze aan de stekker laden, zodat we maandag weer dus van start kunnen. Precies, ja, inderdaad. Wat voor kabel komt erin dan? Want daar ben ik wel benieuwd. Hij zit daar al in die rode wandelhuis zit hij in. Ja. Nou ja, hier komt hij binnen. En hier wordt de stroom verder afgetakt en verdeeld en afgezekerd. En staat hier de lader. En dan is het een kwestie van een druk op de knop. En kunnen we aan de slag. En de mannen kunnen bij wijze van thuis via een app kunnen ze bijhouden of de machine geladen wordt. Of dat er eventueel een storing is. Dus nu de stroom hier uitvalt en de laadsessie valt stil. Dan krijgen die jongens een bericht van hey, de laadsessie is gestopt en kun je daar maatregelen voor treffen. Ja. Machines bijvoorbeeld bellen. Ja, precies. Want jullie laden de vrachtwagen en de kraan worden hier nu geladen. Ja, worden gelijktijdig opgeladen. Ja, klopt, inderdaad. Ja, duidelijk. Nou, laten we kijken. Als ze dadelijk zijn, dan koppelen we ze aan. Precies. Inderdaad, joh. Ja, ja. Wat was jammer te klikken nog? Nee, maar we waren vlambogen. Nee. Eigenlijk voor hoe vol jouw accu is. Ja, echt direct een analoog ouderwets. Nou, wat vond je ervan? Ja, imposant. Mooi. Ik leek dus machines allemaal. Ik vind het wel bijzonder. Het is, wij zijn natuurlijk meer van de rokende dieselmotoren. Maar dit is toch echt wel, dit is wel high-tech, hè? Het is bijna futuristisch dat die machines dan aan het werken zijn en dat je eigenlijk niks hoort, hè? Ja, nee, dat klopt, inderdaad. Dat is een heel groot verschil met de traditionele dieseltechniek. Mooi dat het bestaat. En hartstikke fijn dat ook de mensen waarmee we werken in het dagelijks leven, onze vakmannen, hier de draai mee hebben gevonden en daar de uitdagingen in zien. Ja, ik kan me voorstellen dat het begin wel even wennen is zo. Ja, ja. Inderdaad, zeker. Maar het gaat goed en het gaat ook steeds beter. Ja, nou, geweldig. Hey, hartstikke bedankt voor de opleiding. Voor je komst. En tot de volgende. Tot de volgende. Goed. Hoi. Zo. Nou mensen, we zijn onderweg terug naar huis. Het zit er weer op voor vandaag. Nou, ik weet niet wat jullie vonden, maar ik vond het wel mooi. Ik vond het vooral imposant. Die elektrische machines en zo. Ja, op zo'n manier had ik het nog nooit gezien op zo'n schaal. Hey, vond jij dat nou ook mooi? En zou jij graag met die machines of aan die machines willen werken?
Ze zoeken nog een boel mensen bij Heijmans. Check even de link in de omschrijving en dan kom je op hun vacaturepagina. En wellicht zit er ook voor jou iets bij. Mensen, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.